Jongens, welkom bij deze video. We staan hier in het prachtige contentveen. En vandaag is mijn stadje, mijn servertje, 1 jaar oud. En dan bedoel ik daadwerkelijk 1 jaar. Niet 365 dagen in Minecraft. Nee, 1 volwaardig jaar. Dus om dat te vieren wilde ik met jullie even een prachtige rondleiding gaan doen door de stad. We zijn hier buiten de stad begonnen. En ik wil dit laten doen. Ik bedoel, dit is er echt als een van de laatste dingen bijgekomen. Dus ik denk dat bijna iedereen dit hier wel kent. Ik wil gewoon beginnen bij de poort hier. En dan langzaam lekker alles laten zien aan jullie, elk huisje, alle verhaaltjes ervan vertellen, hoe het is ontstaan. Want het feit dat mijn server, mijn stad waar ik nu gewoon rondloop, 1 jaar oud is, betekent best wel veel voor me. Want ik denk gewoon, ja, imagine, ik ben nu 22, jongens. In 1 van die jaren, in die 22 jaar, heb ik gewoon besteed in deze wereld hier in Minecraft. Letterlijk in een spelletje. Is eigenlijk best wel zielig als ik er zo over nadenk. Nee, maar 1 jaar lang Minecraft spelen, jongens. 1 jaar lang content fame. Niet te geloven. Het is gewoon echt 1 jaar geleden dat we hier zijn begonnen. Laten we beginnen gewoon bij de poort hier, die Floor ooit heeft gebouwd. En dan komen we natuurlijk op de oude markt, jongens. Jullie kennen het allemaal. De oude markt hier. Of jullie kennen het allemaal. De meeste mensen die dit gewoon allemaal gevolgd hebben. Een van de eerste dingen die ooit gebouwd is deze markt. Daarom heet het ook de oude markt. En ja, ik bedoel, hier is veel gebeurd. Hier hebben we Julian ooit een keer onthoofd. Hier. Ik weet niet of jullie dat nog allemaal kunnen herinneren, maar ja, Julian die moest hier liggen toen en toen is hij onthoofd. Het bloed ligt er nog bij. Met een mooi standbeeldje die naar de arena wijst daar. Je kan altijd vanaf hier het kasteel zien. Dat vond ik altijd leuk sinds dat ik het kasteel had uitgebreid. Dat je het vanaf hier helemaal mooi die toren kon zien. Ik hoop hier altijd met eten bij het kraampje van Flora en René. En voor de rest is er eigenlijk niet zoveel te doen op de oude markt tegenwoordig. Ja, je kon hier altijd mijn hout kopen, maar dat is al eeuwen op. Nathan verkoopt die dingen, maar hier koopt nooit iemand echt meer iets, omdat Nathan het ooit weer bijvult. En hier is het restaurant dat nooit af is gemaakt. Namelijk het dit gewoon. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Dit is het gewoon. Nou, het ziet er allemaal hartstikke mooi uit. Hartstikke leuk natuurlijk. We hebben hier een huisje die nooit ingericht is, maar nog steeds te koop staat. Maar ik denk ook niet dat ooit deze iemand gaat kopen, omdat ja, je bent hier zo ver aan de rand van de stad. Wat heb je hier te doen? Weet je? Niemand komt eigenlijk gewoon zo ver aan de rand om iets nuttigs te doen. Dan wil je ook niet wonen in zo'n klein huisje. Dan gaan we hier naar links. Dan hebben we hier een mooi pleintje met een boompie en een hond. Ik weet niet, is jij hier? Prachtig, jongens. Prachtig. Leuke hond. Oh, ik denk dat je miauwt. Ik had even een brain fart. Ik denk die hond miauwt naar me. Maar dat is die hond niet. We hebben hier natuurlijk het kattencafé van René. Kattencafé, taartjes en staartjes. Als je binnenkomt, heb je gelijk een... geen katten. Dat maakt niet uit. Ik hoor ze wel. Mooi tapijtje. Dan gaan we naar boven. Want als het goed is, is hier een grote kattenmand met... Ja, daar heb je een mooi jongens. Heel kattenparadijs. Allemaal katten. Met... Ze hebben het wel goed naar de zin hier, volgens mij. Ze hebben echt leuke stekkies zo. Maar hiernaast, jongens. Kijk, als we hier doorheen lopen, zo heb je nog meer katten. En als het goed is, ja, heb je mijn katten. Die wonen hier ook. Bassie. Dit is niet mijn kat. Niet van mij. Toeter woont hier. Jopie woont hier. Potlood woont hier. Dikkie Dik. Mijn allereerste kat die we echt in aflevering 3 of 4 van Content Veen hebben. Als het goed is dit aflevering 144 of zo zitten we inmiddels in. Dus dat is echt wel een heel ding. Dat Dikkie Dik sinds aflevering 3 al leeft. En volgens mij zijn dat mijn katten. Of mis ik er een eentje. Zou heel lullig zijn. Oh, Wafel. We hebben ook nog Wafel. Hallo, Wafel. Hallo. Dan, als we hier naar buiten lopen, jongens. Als we doorlopen langs het kattencafé, kom je bij het oude steenhuis. Waar we vroeger in de eerste aflevering ongeveer altijd mijn steen hebben opgeslagen. Hier vroeger gingen we hier naar binnen zo. Kan ik het vroeger noemen? Dit is bijna 1 jaar geleden dat ik dit altijd deed. Toen gingen we hier altijd al het steen opslaan. Inmiddels is het allemaal een beetje op. En ja, bewaar. Niemand hier echt meer het steen. Dat houdt iedereen tegenwoordig voor zichzelf. Iedereen is gierig geworden. Maar ja, het was gewoon een beetje het steenhuis dit. Hartstikke leuk. Kijk, we hebben nog best wel veel stenen. Dus als ik ooit wat nodig heb, zou ik hier nog heen kunnen om het op te halen. I mean, niet dat er nog veel ligt. Maar boven was hij volgens mij niet ingericht. Nee, dat was helemaal leeg. Ja, nu is het eigenlijk meer gewoon een herinnering. Het steenhuis, we komen er niet meer veel. Dan als we dit huis hier pakken. Dit is volgens mij het huis van Anne. Alleen Anne heeft er nooit echt wat mee gedaan, maar ze heeft hem wel gekocht. Dus ik was hier rijker door geworden. Hartstikke leuk, want ik heb deze huis natuurlijk allemaal gebouwd. Met een kraampje hier. Oeh, dit kraampje heb ik altijd veel gebruikt van Anne. Hier, dit loopt trouwens terug naar de oude markt. Maar dat is niet belangrijk, komen we straks in. Dit kraampje hier kocht ik altijd mijn enchantment bottles. En volgens mij ook wel eens wat lanterns. Maar inmiddels is dit allemaal naar de ijzerfabriek gegaan. Dus deze hele, dit hele kraampje is leeg. Wordt niet meer gebruikt. Dus dan gaan we ook gewoon lekker doorlopen. Komen we hier bij de andere poort. Maar voordat we bij de poort zijn, hebben we hier nog een huisje te koop. Wat helemaal leeg is van binnen. Dan hebben we hier de poort. Dit gaat naar de jungle toe. We gaan niet vandaag naar de jungle toe. We gaan alleen een stadstour doen. Gewoon een tour door de hele stad. Ik denk dat ik daar wel de hele video mee kan vullen namelijk. Als ik gewoon een hele tour hier doorheen doe. Maar als we iets buiten de muren lopen hier. Dan kan je zien dat hier toen destijds de raketlanceerplek van Frederik was. Toen Frederik nog leefde. Toen had hij hier een lab ondergebouwd. En is hier zijn raket een keer de lucht ingeschoten. Vandaar dat alle bomen ook kapot zijn. Dat is natuurlijk door het vuur kapot gegaan toen destijds. Dus ook alweer 1 half jaar geleden of zo dat dit is gebeurd. Maar goed, we gaan weer terug de stad in. Via de tweede poort. Hebben we hier nog een leegstaand huisje? Ja, niemand heeft hem ooit gekocht. Maar je kan hem kopen als je wil voor 5 diamonds. Oh, 10 diamonds. Jee, dit is geen 10 diamonds waard, toch? Wat is dit? Oh, wacht. Je kon hier als het goed is, kon je
Ja, kijk, je kon hier de toren in. Dat was zeg maar de hele ding van dit huis. Je kon de toren nog in. Vandaar dat hij 10 diamonds waard is. Hier een nog groter huis, ook leeg. Deze is 20 diamonds waard, maar dit is ook wel logisch. Dit is echt gewoon een volwaardig huis. Lopen we door, hebben we hier het huis van Jason de Mason. En hieronder was toen altijd de wietplantage, volgens mij. Ja, kijk, die was hier beneden. Kijk, hier was altijd een soort, maffiaplek of zo. Ik weet niet precies wat dit was. Van de allereerste speurtocht die ik ooit heb gedaan, moest ik hier naar binnen. Kijk, heb je wiet. Hartstikke leuk. En dan ging je verder naar beneden hier. Had je hier... Kijk, uiteindelijk is het helemaal gesloopt en zo. Weet ik wat. Ik had alle blokken nodig. Ja, dit was leuk, jongens. Dit is van de allereerste speurtocht. Laat even weten in de reacties als je dit nog kan herinneren, jongens, deze speurtocht. Het is inmiddels zo lang geleden. Ging je hier verder naar beneden. Ga ik nu helemaal niet heen, want dat is echt een heel doolhof. En dat heb ik nu geen zin in. We willen nu gewoon lekker de stad laten zien. Maar dit staat altijd onder Jason de Mason's huis. Weet je, een crimineeltje was dat eigenlijk. Was een villager. Volgens mij woont Jason de Mason inmiddels heel ergens anders in de stad. Misschien komen we nog wat tegen. Gaan genoeg villagers tegenkomen. Maar van binnen had hij ook wel een leuk klein huisje. Willy de dorpsgek heeft hier ook nog een tijdje gewoond. Maar die is inmiddels ook weer, weet ik van waar heen gegaan. Leidde allemaal een eigen leven. Voor de rest staat dit gewoon leeg. Zo, dan lopen we door. Dan komen we hier bij dit grote huis van Floor. Dit kent iedereen, want dit is het tweede huis dat ooit in deze stad is gebouwd. En Floor, de huis, ze woont er nog steeds. Gewoon verbazingwekkend woont ze al die tijd. Gewoon bijna, laten we zeggen, 7 maanden woont Floor hier al. Want ze heeft de eerste 5 maanden van deze server heeft ze in de jungle gewoond. Uiteindelijk is ze hier komen wonen. Maar het is een leuke huis dit nog steeds. Alleen de kisten zitten volgens mij in de kelder hieronder in plaats van dat het hierboven zit. Ik ga niet het hele huis interieur laten zien, jongens. Want het is gewoon een interieur, niet verder heel bijzonder of zo. En dit was altijd de chestroom, maar die is leeg inmiddels. Want René woont natuurlijk ook in deze stad. En René en Floor, die hebben samen een soort ondergrondse tunnel naar elkaar gemaakt. Als je hier naar beneden gaat, zo. Kijk, dan kom je in dit ruimte hier uit. En hier hebben hun al hun kisten bewaard. Het past helemaal niet bij de stad. Je zou niet eens weten dat dit onder de stad zit. Maar de ruimtes zoals dit, jongens, het stikt ervan onder de stad. Kijk, hier bewaren ze dan alle steendingetjes. Gewoon een mooi georganiseerd stukje, ja, chestroom is dit eigenlijk gewoon. Hier ook weer en hier ook weer. En als ik aan de andere kant dan omhoog ga, kijk, kom hier in deze grot uit zo. En als ik dan dit laddertje pak, komen wij uit in René's huis. Kijk, hier, dan komen we in één keer op een hele andere plek uit. In dit huis hier. Groot huis van René natuurlijk nog steeds. Maar daar kom ik zo meteen op terug. We gaan eerst eventjes gewoon de route vervolgen. Want ik wil lekker op mijn gemak door de stad heen lopen met jullie. Een beetje alles laten zien. Gewoon de herinneringen van mensen misschien. Dat ze denken, wow, dat weet ik nog dat ik dat vroeger heb gezien. Of vroeger al een jaar geleden. Dit is het huis van Frederik, jongens. Hier begon Frederik. Uiteindelijk heeft Fred het overgenomen. Vandaar dat het er helemaal zo uitziet. Ik heb er een keer aan gedacht om het te renoveren. Zodat het er weer normaal uitziet. Maar uit respect voor Fred laat ik het zoals het is. Als je dan hier naar binnen ging, had je altijd... Ja, het zag er altijd anders uit. Maar hier... Ik weet niet, is het water nog? Daar kunnen we wel even in. Hier, jongens, is het oude laboratorium van Frederik. En dat is helemaal kapot. Helemaal verpest inmiddels door Fred natuurlijk. Ik hou van groen. Nou, hier had je dan allemaal laboratoriumdingen staan en zo. Dit was het afvaldumpkamertje waar we Fred ook een keer gevonden hebben. Ze ook alles gesloopt. Alle resources zijn gepakt. Kijk, zoals dit. Nu ik het weer zie. Dit is eigenlijk wel handig om gewoon bij me te hebben. Eén zo'n stoomcutter, weet je. Dus die pak ik af en toe nog wel eens wat. En als je hier naar beneden ging, had je iets. En dat was de Teletubinator waar we Julian, toen die tijd dat hij onthoofd was, hebben kunnen reviven. Julian is hier toen wedergekeerd. En dan hierachter zat een geheime ruimte waar wij Fred de Robot voor het allereerst hebben tegengekomen, jongens. Dit is letterlijk de ruimte waar Fred de Robot toen, is ontstaan. Dat was hier. Dat was deze ruimte. Stond ik hier en toen kwam daar Fred ineens doorlopen. Als jullie dat soort dingen nog weten, jongens, laat het gewoon even weten. Vind ik hartstikke leuk. Als jullie nog leuke verhalen hebben over Content Veen. Ik bedoel, het is inmiddels al een jaar oud, hè. Maar dan gaan we nu terug naar het raketplekje waar ik het over had net. Dat ik boven was, jongens. Dat was dit hier beneden. Kijk, als je hier namelijk naar boven kijkt. Dit is dat cirkeltje. Hij is van onder geel en van boven groen. Nou, inmiddels is het een leuk tuintje van Fred geworden. Maar vroeger was dit kwaadaardig. En was dit de raketlanceerruimte van Frederik. Kan je ook nog wel een beetje zien aan ruimtes zoals dit hier achter en zo, weet je. Lockdown, pas op. Kijk, er zitten allemaal daar lancering over 0-0 seconden. Zie je, dat zat allemaal hier. En dan nog eentje verder had je de robotkamer. Hierachter waar de robots zijn gemaakt. Volgens mij is Fred ook gemaakt in deze ruimte, jongens. Volgens mij is Fred ontstaan in deze ruimte. Maar goed, genoeg gehad over dit laboratorium. Laten we terug naar boven gaan, de stad in. Lopen we weer het huisje uit. Oh, het is inmiddels donker. Willen we niet. Ga ik slapen. Oké, laten we even één trappetje naar beneden gaan hier. En dan in plaats van het huis van Floor in, lopen we er langs. Eventjes zo. Gewoon langs het steegje hier. Nou, dan komen we weer op de oude markt uit. En hebben we dit hoekje hier hebben we even helemaal gekofferd en laten zien. Moet je nagaan, volgens mij is de video al een tijdje bezig. En ik heb pas alleen dit hoekje hier gehad. Dan over de oude markt hier.
gesproken. Er is nog één ding ouder dan deze oude markt. En dat is het allereerste huis dat ooit in deze stad is gebouwd, jongens. En als ik even boven vlieg wat we nog moeten laten zien. Dat is echt nog heel veel. En dan denk je, oh, dit is het allemaal. Nee, hierachter zit ook nog een heel gebied. En hier zit ook nog een heel gebied, jongens. Jullie kennen het allemaal. Of als je nieuw bent en je bent gewoon benieuwd wat voor server dit is. Er gaat nog genoeg aankomen. Maar het allereerste huisje dat ooit gebouwd is in deze stad. Is toch in dit oude gedeelte hier. Daarom heet het ook het oude gedeelte. Is dit huisje hier. Dit is het allereerste huisje dat ooit is gebouwd. Dit is toen... ooit waren het alleen pilaren. Toen zat de netherportal, zat daar in een hoekje of zo, weet ik veel. Had je een heel bospad er langs lopen naar het kasteel toe, wat alleen toen nog een muurtje was. Maar dit huis hier is het alleroudste huis van de stad. Het allereerste huis. Daarom is het ook huis nummer 2. We hebben het kasteel huis nummer 1 gemaakt. Ja, en hier woonden Berend en Berendina. Alleen ik weet niet meer waar die nu zijn. Ik hoor wel een villager, dus er is hier iemand. Wie is dit? Oh, nou, Jason de Mason, die woont hier, jongens. Die woont blijkbaar in het alleroudste huis waar Content Veen is hij gaat settelen. Hij dacht, weet je wat, ik vind het een leuk huisje. Ik ga hier wonen. Maar ja, je kan het eigenlijk ook wel een beetje zien. Ik bedoel, als je naar het huis kijkt, hij matcht ook niet echt lekker met de rest, weet je. Het is een heel aparte bouwstijl die niet meer gebruikt zou worden. Maar ik zou hem nooit in mijn leven durven te slopen, omdat het gewoon het oudste huis is. Oké, dan. Als we hier doorlopen, komen we langs de ruimtegrot. En dit is, dit heet ook de ruimtegrot, heet dit. Nou, dan denk je, waarom is dit de ruimtegrot? Dit is toch gewoon natuur en een mooie route zo door deze grot. Maar, als we dan even net wat verder doorlopen hier, komen we op dit punt uit, het uitzichtpunt. En dan kunnen we mooi kijken naar alle ruimte, ja, ruimtedingetjes. Zo te zien zijn er wat Endermans binnen geweest die blokken hebben gedumpt. Maar dit is waarom dit de ruimtegrot wordt genoemd. Dit is ook namens de Spur toch ooit een keer gemaakt. Maar je kan hier altijd nog heen om terug... Je kan hier altijd nog terugkomen om te kijken naar de leuke herinnering. Van dat ik hier moest zoeken naar kisten en antwoorden moest... Het was een soort quizruimte was dit en zo. Het is zo'n mooie ruimte geworden dit. De ruimtegrot. Goed, dan gaan we verder omhoog lopen. Dan komen we hier uit op het volgende plein. Dit is niet echt, heeft nooit echt een naam gekregen. Hier woonde ooit de familie Geel. Dat was namelijk allemaal axolotls die hierin waren. Die heb ik ooit verhuisd naar een ander meertje waar we straks komen. Maar dit is het Arenaplein. Volgens mij heet het trouwens, heeft het wel een naam. Even kijken hier. Dit heet... Ja, Arenaplein heb ik dit genoemd. Want dit plein is het enige wat aansluitend is op dit plein, is de arena. En hij is ook mooi te herkennen door zijn kleurrijke vlaggen die overal hangen altijd. Ik denk dat jullie dit wel eens voorbij hebben zien komen. Ik ben er niet meer vaak geweest de afgelopen tijd, maar... Dus dat is nog een leuk plein om overheen te lopen. Nou, dan gaan we de prachtige arena even bekijken. Van buiten nog steeds hartstikke mooi. Dit blokje hier dat zweef moet weg. Ik heb nog steeds de achterkant nooit echt afgemaakt hier. Ik bedoel, dit is gewoon een lelijk grasveld waar gewoon steen moet gemaakt worden. Of bosjes of zo, verzin het. Het is nooit echt mooi afgemaakt hier. Kan ik nog een keertje doen. Maar als we naar binnen gaan, jongens. Daar zijn we. Oh, wat vind ik dit nog steeds een leuke ruimte. Je hebt gewoon een mooi, ja, publieksplekje hier. Een mooi, hoe noem je dat? Tribune waar je kan zitten, letterlijk zo. Je bent overkapt door een mooi zeil. Mooie kleurtjes allemaal. En dan kan je kijken naar de wedstrijd hier die gevochten kan worden zo. Hoppakee. Zie je het al voor je dat je hier aan het vechten bent, jongens. En dat er allemaal publiek om je heen staat. Juichen, springen. Nee, ik ook niet. Maar goed, we hebben hier ook een uitgang. Kunnen we weer naar buiten. Die had ik wel toen destijds gemaakt. Zo, en dan kon je hierheen lopen. Nou, en that's it. Dat is een beetje de arena. Ik kan wel meer laten zien ervan. Maar dit is gewoon een grote arena die ik ooit heb gebouwd. Oh, voor het leuk. Huis nummer 21 heeft hij gekregen. Ik ben er nog steeds blij mee met de arena. Ik ben er echt nog steeds blij mee. Oké, dan lopen we over het arenaplein. Lopen we even hier omhoog. Dan komen we namelijk bij dit kleine huisje hier uit. Huis nummer 20, hij staat te koop voor 7 diamonds. Is nooit gekocht. Helaas. Dus die 7 diamonds ga ik denk ik niet krijgen. Het is niet dat de server nu klaar is of zo natuurlijk, maar... Ik denk niet dat deze ooit gewoon nog gekocht gaat worden. Oké, voordat we naar rechts gaan, want dat is namelijk de route naar het nieuwe gebied. En dit is de route naar het kasteel. Gaan we nog heel even naar links hier. Komen we bij het huisje van Maurits. Hier woont Maurits nog steeds. Heb je een markje hiervoor die gewoon sier is. Niemand heeft dit. Niemand verkoopt die dingen. Maar dit is gewoon puur voor de sier, dit. Huis van Maurits is nooit ingericht, maar hij heeft wel zijn kisten zo geplaatst. Boven is het volgens mij wel half ingericht, ja. Die Maurits toch. Als ik deze rondleiding geef, lijkt het net alsof dit gewoon een oude server is die dood is of zo. Maar niemand woont gewoon meer in het oude gedeelte hier. Iedereen is gewoon aan de andere kant van de stad. Waar we zo meteen komen, daar woont iedereen. Daar gebeuren actieve dingen. Daar is het leven, zeg maar. Dat is gewoon niet meer echt hier, omdat dit gewoon, ja, oud is. Maar goed, dan komen we hier bij de farm. En deze farm is, volgens mij is dit trouwens het derde huis dat ooit gebouwd is in de stad, deze molen. Hij matcht totaal namelijk niet. Waarom zou je een molen hebben midden in je stad? Maar ja, vroeger was het geen stad, maar weer een dorpje zonder muren en zo. Dus vandaar dat hier gewoon een molen stond. Dus ja, deze laten we ook lekker staan. Deze molen. Ik bedoel, dit is een simpel dingetje. Gewoon lekker een molentje. Daarnaast hebben we nog een huis staan die volgens mij ook nog steeds te koop staat namens mij. Al die huizen die te koop staan, jongens, zijn namens mij. Best een joekeltje, dus als iemand hier ooit nog wil wonen, kan het. Komen we hier bij het huis van Julian aan. Dat is weer een trappetje naar beneden, zo. Dit was het oude huis van Julian. Inmiddels woont hier ook niet meer. Iedereen is nogmaals verhuisd naar het nieuwe gedeelte. Maar ja, Julian woonde hier. Hij had,
Ah, twee deuren. Wat is dit dan? Po woonde hier. Oh mijn god, hij heeft zijn mark achtergelaten. Ja, twee deuren. Gewoon een bovenverdiepingdeur en een onderverdiepingdeur. En hier nog een simpel huisje staat te koop. Nooit iets mee gedaan. En dan gaan we weer verder waar we net eigenlijk waren bij René Druis. Maar nu hebben we dit hele gebied hier gehad. Kunnen we doorgaan, weer een stapje omhoog, weet je? Nou, huis van René. Ga ik niet helemaal van binnen laten zien, maar het is gewoon een leuk huisje. Of huisje, het is een van de grootste huizen in de stad, kan ik beter zelfs zeggen, zoals je kan zien. Mooi ingericht, helemaal tot van kelder tot eerste, tweede, derde zolder. Alles is mooi ingericht. René woont er nog steeds met liefde volgens mij in dit huis. Ze woont hier ook aan de pier. Dit was ooit een keer de pier, inmiddels is het gewoon een klein piertje. Met gewoon gezellige dingen, dat is het vissershuisje van Frank komen zo meteen. Dan hier hebben we een winkelhuisje waar ooit de villager woonde, maar die is verdwenen, die villager. En dan houdt hier ook de weg op, want je kan hier niet echt verder. Kijk, zoals je kan zien, het gaat hier een grot in waar we niet echt veel iets mee gedaan hebben. En daar beneden is de begraafplaats, maar je kan op deze manier niet bij de begraafplaats komen. Dus daar komen we later. Als het goed is, zwemt hier nog een schildpad rond, dacht ik. Hier had ik namelijk ook de familie Geel naartoe gedaan, maar ik denk dat die allemaal gediespand zijn. Of gestorven. Maar ik hoop vredig gediespand. Oké, maar zwemt die schildpad hier nog? Nee, hè? Alles is hier gewoon verdwenen, al die dieren. Ik denk dat al die dieren ook verhuisd zijn naar het nieuwe gedeelte. Ik denk dat ze het zat waren om hier in een eentje te wonen. Hier heb je kraampje. Hier heb ik heel vaak dingen gekocht. Hier kon je emeralds namelijk kopen. Enchanted books kon je hier kopen. Voor de rest heb ik hier nooit echt iets gekocht. Maar je kon hier wel altijd veel kopen. Nou, dan gaan we omhoog hier. Dan komen we bij een van mijn favoriete plekken, namelijk de Kerkstraat. Want hier kom je bij de kerk terecht en hier ben je bij het vissershuisje van Frank. Wat ik gewoon echt zo'n gezellig plekje vind, dit. Gewoon als je het huisje zo ziet, kijk hier op de achtergrond. Natuurtuintje daar, huisje hier. Het ziet er gewoon echt gezellig uit hier altijd, moet ik zeggen. Ben ik gewoon nog steeds blij mee met dit plekje. Het is ook mooi ingericht altijd gewoon, dit huisje. Had gewoon een leuke, klein, simpel inrichtingje. Dan hadden we hier het Heilige Boompark. En dit, jongens, heeft de Heilige Boompark naam gekregen puur en alleen door deze boom. Deze boom is namelijk, ja, hoe moet ik het zeggen? Deze ladders hier zijn geplaatst voordat überhaupt hier ooit wat is geplaatst. Letterlijk, er stond hier helemaal niks. En toen ben ik hier omhoog geklommen. En toen zei ik tegen Reno, die toen nog naast me stond hier, zeg ik, Reno, we gaan hier op een boomhut bouwen. Toen heb ik een ladder gebouwd, stond ik op de boom, dacht ik, weet je, laat maar, we gaan geen boomhut bouwen. Toen ben ik doorgelopen de heuvel op daar en uiteindelijk is mijn kasteel daar ontstaan. En uiteindelijk is de hele stad hier omheen ontstaan. Maar deze boom, deze ladder hier, ik denk zelfs deze ladder hier, is het eerste blokje wat denk ik geplaatst is in dit hele gebied hier, is gewoon dit laddertje. Wat bijzonder, geschiedenisles. En dat kan je terugzien in de allereerste livestream, jongens. Oké, dan lopen we hier verder en dan kan je naar links. Alleen dit is de tunnel naar het industrieterrein. En daar wil ik als laatste heen. Dus laten we deze tunnel nog even skippen. Dan komen we letterlijk denk ik helemaal aan het einde van deze video op terug. En laten we gewoon boep, hierheen gaan zo. Dan pakken we nog heel even dit huisje mee hier van Barry de Blacksmith. Die woont hier volgens mij zelfs nog. Ik hoor een deur, dus ik denk het wel. Barry, ben je thuis? Barry is altijd thuis, hè? Lekker Barry. Barry de Blacksmith woont nog steeds hier. Sterk. Hier ging ik vroeger altijd heen als ik dingen wilde enchanten. Of als ik, nee, niet enchanten. Als ik dingen wilde repairen en veel zulde gebruiken. Zo, ging ik altijd hierheen. Dan hebben we hier een mooi tuintje. Gewoon voor de sier. Puur en alleen voor de sier. Komen we verder nooit. Maar dan lopen we hier de Kerkstraat verder op. Kan je naar links en kan je naar rechts. Laten we nu eventjes rechts pakken hier. Want hier kan je en het kasteel in via een tweede ingang. Ik hoor een kat, hallo. En je kan je naar links. En dan kan je de kerk in. De kerk is nooit echt afgemaakt van binnen. Moet ik nog een keertje doen. Ga ik ook echt doen. Hij heeft wel mooie zitplekjes hier gekregen. Justin heeft ooit zijn hoofd geplaatst. De heilige opa Gerard, verboden aan te raken, groet de koning. Dat is niet waar. Ik ben de koning en dat heb ik nooit gezegd. Ik kan bovenop de kerk, gaan we niet doen. Maar dit is gewoon de kerk van binnen. Mooi gebouw nog steeds. Dan loop je hier naar buiten. Dan heb je uitzicht op het industrieterrein waar we nog steeds aan het bouwen zijn inmiddels. Jongens, in de huidige content fan video's, zoals je daar kan zien, zijn we daar druk bezig met bouwen. We hebben net de rechtbank afgebouwd, maar daar moeten we nog inrichten. Maar dat is niet voor nu, komt straks. Dit is trouwens die andere ingang dat ik zei als je naar links ging. Kijk, dan kom je hier uit, zo. Hartstikke leuk plekje. Goed, de begraafplaats komen we ook later. Dat doen we denk ik tegelijkertijd met het industrieterrein. Het kasteel, die bewaren we ook nog eventjes. Die bewaren we ook eventjes voor later, jongens. Ik wil eerst even de stad doen en daarna pas het kasteel. Kasteel is namelijk mijn, hoe noem je het? Mijn kroonjuweel. Goed, dit is de ingang van het kasteel. Komen we zo dus later op terug. Fred heeft ooit een keer die mannetjes een groen hoedje gegeven. Eigenlijk moet je die wegdenken. Klein huisje staat te koop. Leuk klein marktje. Kan al als het goed is ook gekocht worden. Hier omhoog hebben we het huis van Lotte. Dan kan je hier niet naar binnen. Ofwel, je kon hier ook naar binnen. Dat huis hier hoort ook bij het huis hierboven. Kijk, dit is één groot huis, jongens, dit. Dat was het leuke aan dit huis. Het is best wel een raar huis. Je kan hier erin, zo. Kijk, dan kan je hier overlopen naar de andere kant. Dan kan je hier volgens naar beneden. Zo, en dan ben je in dit gedeelte. Kijk, dan kom je hier beneden weer uit, zie je? Best wel leuk gedaan. En volgens mij had hij ook nog een binnentuintje. Een soort hofje ergens, maar dat weet ik niet zeker. En hier had je een balkonnetje. Ik kan me herinneren dat dit ook een hofje had. Hier, achter dit muurtje, of niet? Ja, kijk! Hier had je een klein hofje. En dat vergeet je eigenlijk. Het is heel gezellig hier gewoon. Een klein farmpje. Hoe leuk is dat? Oh, je hebt ook nog een zolder. Zo, jemig. Wat een ruimte heb je hier eigenlijk in het huis. Huh, waar gaat deze deur heen? Huh? Oh, dit is die toren.
Oh, abonneer op Rick Force, gadverdamme. Nou, hier staat ook weer een simpel huisje te koop. Gaan we verder ook niet meer zoveel mee doen. Hierboven kan je daarheen lopen. En dat loopt niet dood trouwens, dus die route gaan we ook nemen. Hier kom je bij het kasteel uit. Kan je het kasteel in, gaan we niet doen. Dat gaan we later pas doen. Kijk, dan nemen we deze route hier even, dit steegje. Dan hier naar rechts. Oh, maar dan hebben we een heel stuk overgeslagen. Dat kunnen we niet doen. We mogen niet dingen overslaan, hè, jongens. En dan staat ik wel alles aan jullie laten zien. Letterlijk alles. Als je mijn serie al een tijdje volgt en je hebt niet alles gezien, maar je vroeg je toch af wat dit allemaal was, weet je, dan is dit een lekkere video die je kan kijken. Nou, lopen we langs het kraampje. Hier komen we bij de Annie Heijn. Dit is basically de verbastering van de Albert Heijn, want hier heb ik mijn, ja, boodschappen altijd gedaan. Hier heb ik heel vaak bottle of enchantments gekocht. Die zijn nu weer uitverkocht. Eten kan je hier kopen. Boonmeal kan je hier kopen. En nametags kan je hier ook kopen. En dan kan je hier bij de kassa afrekenen. Oh, je kan ook visjes kopen. Je kan van alles kopen hier. Het is gewoon echt een Albert Heijntje. Een Annie Heijn van Anne. Nou, als je hier naar beneden gaat, kom je bij de arena weer uit. Oh, maar ik kan dit grote gebouw hier natuurlijk niet vergeten, jongens. Dit is natuurlijk gewoon het hotel van de stad. Dit hier, dit mega joekeltje, is gewoon een hotel. Moet je kijken. En dit is ook helemaal ingericht van top tot teen, hè. Hotel en restaurant Content Veen. Nummer 22. Moet je zien, jongens, hoe dit is ingericht. Dit is gewoon een ding. Je hebt hier een hele balie. Loop je hierheen, heb je gewoon echt een lounge-ruimte met een mega aquarium. Oh, misschien zijn hier mijn schildpadden naartoe verhuisd. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Maar als we vervolgens omhoog gingen hier. Wat is dit? Gastenboek. Oké. Okay. Maar wat is dit hierachter? Oh, hiermee ging je naar het aquarium toe. Dat is gewoon zodat je erin kon zwemmen. Maar als je hier omhoog gaat zo, dan kom je ook gewoon daadwerkelijk bij gastenkamers uit. Dat is zo ingericht en oh. En mensen konden hier als ze willen gewoon verblijven zonder problemen. Hoe leuk is dat? Hier moet je zien. Kijk dit nou, het is zo mega groot dit allemaal. Ik ga niet alles laten zien. Wel mooi uitzicht daar op de kerk en zo. Het hotel en restaurant dus natuurlijk, jongens. Ik kan wel... Ah, mijn microfoon. Ik kan wel elke kamer laten zien en zo, maar ja, dat heeft allemaal geen zin. Dat was geen zin. Dat ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit. Oké, dan gaan we verder. We hebben hier dit huisje hier. Hartstikke leuk. Is leeg voor 5 diamonds te koop. Denk niet dat iemand dat gaat kopen omdat het te klein is. Maar dit soort huisjes heb ik ook meer gebouwd. Niet voor zodat mensen het konden kopen. Net zoals al die kleine huisjes in de andere gedeelte daar. Maar puur voor opvulling van de stad, weet je. Er moesten ook sierhuisjes zijn. Net zoals een sierkraampje zoals dat. Maar hier hebben we een tunnel die ooit een keer gemaakt kon worden. Als iemand dat wilde, hoef niet zozeer. Ik heb hem zwart gemaakt zodat hij dicht leek. We hebben hier het huis van Justin. Die heeft Justin ooit gebouwd. Is ook gewoon ingericht en al met paddenstoelen. Hartstikke leuk. Heel originele stijl om mee in te richten, vind ik. Dus deze heeft Justin ooit gebouwd. Staat als video op mijn kanaal dat hij deze gebouwd heeft. Vond ik wel leuk. Dan hebben we hier ook weer een mooi huis. Dit is wel echt zo'n koophuis die iemand ooit misschien nog een keertje koopt. Omdat het echt groot is, weet je. Dat mensen dat misschien dan een keertje gewoon willen kopen. Nemen we een trappetje hier omhoog. Nemen we een trappetje hier omhoog. En dan zijn we officieel uit het oude gedeelte. Vanaf deze lijn hier, jongens, kom je in het nieuwe gedeelte. En volgens mij heb ik niks gemist, hè? Volgens mij heb ik niks, geen huis gemist. Ik hoop het in ieder geval dat ik elk huisje heb gepakt, dat jullie alles hebben gezien. Elk puntje, elk straatje, elk hoekje. Hartstikke leuk. Oude gedeelte, op naar het nieuwe gedeelte. Nou, laten we beginnen met het prachtige pad hier. En het nieuwe gedeelte is inmiddels ook versierd in cash, jongens. Dus als je afvraagt waarom hier zoveel sneeuw ligt, zometeen wordt het nog erger. Dan krijg je ook zuurstok en zo. Het hele nieuwe gedeelte is helemaal omgebouwd tot cash weer voor nu, omdat het december is. Maar goed, dit is de bibliotheek van Anne. Je kan je ook een minigame spelen. Dat als je volgens mij een diamond of een emerald erin doet, dan krijg je een prijs ervoor terug. Gaan we nu niet doen. Maar, dit is de bibliotheek. Ja, de bibliotheek en een winkeltje. Hier koop ik altijd mijn... Wat kocht ik? Oh ja, mijn letterlijk boek en quills gekocht. Boek en quills kocht ik hier altijd. En hierboven kan je volgens mij nog meer dingetjes kopen. Of dat was ooit de bedoeling. Maar in ieder geval, beneden is gewoon de bibliotheek. Hier komen mensen altijd om boekjes te kopen. Dat is ook van Anne toevallig. Dan hebben we hier het grote villagerhuis. Het is een van de minder mooie huizen, moet ik zeggen, in de stad. Als je hem ziet, ik heb hem zelf niet gebouwd. Hij is volgens mij gebouwd door Floor. Verder kan Floor gewoon heel mooi bouwen, jongens. Maar ja, ik vind dit als ik hem gewoon zo zie. Helaas, een van de minder mooie huizen. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt allemaal natuurlijk niet uit. Hij is verder gewoon wel mooi, hoor. Maar dit is nu huis nummer 35. En hier wonen echt belachelijk veel villagers. Ze hebben echt een groot huis. Beneden zijn ze nooit. Terwijl Floor gewoon echt een leuke inrichting voor ze heeft gebouwd. Als je dan boven komt, hebben we hier Brad Pitt de toolsmith. Lopen we door, hebben we hier Frank de Fletcher. Hallo Frank. Hey, Frank. Oh nee, trouwens, dit is een andere Frank. Wow. Hier heb je een enchantment table, maar er zijn geen villagers verder. Even kijken. Ah, hier heb je ook een iron golem. Hartstikke leuk. Oh, en hier heb je ook nog Sean de Mason. Dit is gewoon echt een villagerhuis dit. Ze hebben zelfs een eigen iron golem. Nou, dan lopen we even door. Komen we hier bij deze zijde van het kasteel. Daar kan je mooi de troonzaal inkijken natuurlijk. Maar het leuke aan dit is, ja, normaal is het allemaal hartstikke netjes hier en zo. Het ziet er nu een beetje rommelig uit door al het sneeuw. Maar dat komt omdat het kerst is natuurlijk. Hier hebben we het huis van Anne. Mooi ingericht gewoon allemaal. Hier woont ze daadwerkelijk op dit moment. Hier woont Anne nu. Dan hebben we hier de grote boom. Dit is eigenlijk een beetje de grootste boom die in de stad staat, volgens mij. Ja, volgens mij, dit is gewoon de grootste boom die in de stad staat. Gaat ook niet meer weg, staat hier heel mooi, gewoon in het midden van het plein. Normaal ligt er geen sneeuw.
zoals ik net al zei, maar ja. Dan hier een mooie dwerg, of wat is het, een kleine kerstman, is dit eigenlijk gewoon. En hier het huis van Rick en Noah, die wonen hier ook nog steeds actief. Rick is ook degene die dit allemaal heeft versierd hier, al die kerstdingetjes. Ziet er goed uit. Leuk huisje is dit. Oh, het is zelfs van binnen helemaal verkerst. Hebben ze een achtertuintje, waarmee ze de toren in kunnen. Hebben ze nog allemaal leuke versieringen. Hier woont Kwak het Varken, Gerard 2.0 en Gerda 2.0 wonen hier met z'n tweeën. Nou, prima. Ze hebben ook volgens mij een grote kelder met daar allemaal chestrooms en zo. Maar ja, dat hoef ik niet allemaal specifiek te laten zien. Dan komen we hier aan. Inmiddels bij... dan hebben we dit pad gehad. Er zijn eigenlijk maar twee huizen. Het is een veel te groot pad. En er staan maar twee huizen aan. Dat is eigenlijk best zonde. Je hebt ook dit huis, maar dit staat meer hier beneden, weet je. Nou, hebben we dit huis. Hier woont Gerard. Of Gerard, wat zeg ik nou? Brr, hier woont Justin, letterlijk. Huis nummer 38. Die woont hier boven alleen. Niet in de onderste verdieping. Alleen de bovenste woont hij. Gewoon met een gezellige inrichting. Kan je hier naar boven. Ook een gezellige inrichting. Ik wil weten, jongens, nu ik alles zo meteen naar jullie laat zien. Ik weet niet hoeveel mensen zo lang rondleiding gaan kijken. Want dit is wel echt een absurd lange rondleiding, jongens, dit. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ben je nou nog tot dit punt in de video gekomen? Reageer dan even. Max, ik vind het een hele leuke rondleiding. En dan mag je ook nog een reden erbij vertellen. Maar ik wil ook dat jullie even laten weten gewoon wat jullie favoriete huis is, weet je. En dan mogen jullie niet het kasteel zeggen. Alles behalve het kasteel. Want het kasteel herinneren heel veel mensen het leukst. Omdat die echt gewoon, vind ik ook het leukst. Maar wat vinden jullie naast het kasteel het leukst? Maar goed, gaan we hier naar beneden. Dan kom je hier bij de redstone winkel van Rick. Is hetzelfde huis, alleen dan de onderste verdieping. Het is een hele andere verdieping. Dan kan je ook niet naar elkaar toe via een trap of zo. Dat staat gewoon los van elkaar. Hier kan je redstone aanvragen doen bij Rick, volgens mij. Nou, lopen we naar buiten. Hebben we hier drie actieve kraampjes. Hier wordt steen verkocht door Floor. Hier wordt glas door mij verkocht, wat nooit meer verkocht. Het is eigenlijk, ik wist niet eens dat dit mijn kraampje was, moet je nagaan. En hier worden shulkerboxes verkocht voor, of door Julian. En that's it volgens mij, ja. Nou, voordat we verder naar beneden gaan, gaan we even dit pad hier pakken. Kijk, als je hier naar boven gaat, kom je gewoon weer hier uit, zo bij de bibliotheek daar en zo. Als we dan hier naar links gaan, zo, kom je bij de bunker uit van Content Veen. Hier hebben mensen gescheld heel lang, hij zit nu op slot, dus we kunnen er niet in. De bunker van Content Veen, die loopt hier onder dit hele pad. Hier zit een geheime bunker, toen destijds nog voor Frederik. Dan hebben we hier een mooi tuintje. Dit is eigenlijk het tuintje van het kasteel. Hier kom ik wel eens, of hier sta ik best wel vaak gewoon om mijn video's te beginnen of af te sluiten of zo. Weet je, gewoon zo'n rustig plekje is dit. Mooie tribune waar we ooit een keer naar de vuurwerkshow hebben gekeken. Dit is het hele nieuwe gedeelte, jongens. Hier loop ik zo meteen met jullie doorheen, door dit gedeelte. Maar lopen we door hier. En dan kom je bij nog meer tuin uit. En dan hebben we hier de geheime bunker van Fred, waar de assistent, of de, oh, hij is weer veranderd van gezicht. De persoonlijke Content Veen assistent, die, dat is dit hier. Inmiddels is dat Fiona, die leeft. En hier gewoon, ja, groen. Een oplader van Fred of zo. Oké, maar dan gaan we weer naar buiten. Lopen we weer verder hierheen. Lopen we weer over het pleintje hier langs de kraampjes waar ik net was, jongens. Dan heb je hier de ingang naar de wolshop. Maar dit is volgens mij niet heel, nee, dit is niet heel bijzonder. Dan moeten we de andere ingang pakken. Als je naar beneden gaat, kom je namelijk op het eerste platform hier. Normaal, wederom, ligt hier allemaal geen sneeuw. Als ik weet niet of je de serie langer volgt. Maar dan is dit allemaal gewoon netjes schoon en onderhouden. Al vind ik, moet ik zeggen, de kerstsfeer wel heel gezellig. Ik hou wel van kerst. Maar goed, dit is de wolshop van Justin. Hier kan je lekker je wol kopen. Als het goed is, heb ik laatst hier wat wol gekocht. Ja, heb ik mijn netherite betaald. Maar er is nog genoeg wol om te kopen. Want ik heb alleen geen diamonds meer om ermee te betalen. Ik ben een beetje blut. En dan tegenover de wolshop van Justin hebben wij de dierenwinkel van Justin. Die dicht is gebarricadeerd met sneeuw. Maar kijk, hier heb je de dierenwinkel, jongens. Hier kan je dolfijnen kopen. Oh, die zijn allemaal verkocht, blijkbaar. Hier kan je panda's kopen. Je kan geiten kopen. Je kan hier beneden mushroom kous kopen. Je kan hierboven een hond kopen. Hier kon je vogels kopen. Jee, mag alles is een beetje verkocht. Iedereen heeft alle dieren gekocht, jongens. Er zijn niet zoveel dieren te koop. Stond hier ooit een keer helemaal vol met dieren. Maar dat is dus de dierenwinkel van Justin. Nou, dan gaan we verder hier naar beneden. Dan gaan we gelijk links afslaan. Heb je hier in hetzelfde huis waar de wolwinkel, de onderste verdieping, heb je Ben's Banner Shop. Hier kan je allemaal leuke banners kopen. Tegenwoordig worden de kerstbanners verkocht. Voor als je juist wil versieren met kerst. Maar je hebt ook nog normale dingen. Zoals een pokebal. En allemaal een konijntje. Of weet ik wat worden verkocht. Hier ook allemaal nog mooie banners. Oh, die is mooi. Dat is een wolf volgens mij. Heel mooi. Nou, dit is Ben. Natuurlijk, hij verkoopt die mooie banners hier. Ben's Banner Shop heet het ook. Dankjewel voor je mooie banners. Kijk, en als we de trap omhoog nemen hier, komen we uit in de wolwinkel. Nou, wat een toeval. Hetzelfde huis. Dan naar buiten, naar links hier. Hoe heet deze straat? Dit is de Waterweg, is dit. Omdat het aan het water zit, origineel, hè. Hebben we hier het spookhuis van Julian. Kijk, als het goed is, dit binnen is toen, ja, dit was de rij dat je het spookhuis in kon. Maar ja, Halloween is inmiddels voorbij. Dit is het spookhuis van Julian. Hier hebben we het huis van Frederik, maar die is helemaal ingesneeuwd. Dus daar kunnen we niet naar binnen, helaas. Het is letterlijk gewoon echt ingesneeuwd hier. Jemig, wat is hier ligt hier veel sneeuw. We kunnen wel omhoog zo, dus we kunnen op deze manier naar binnen. Maar dit is het huis van Julian. Of wat, Julian van Frederik. Die wonen hier heel eventjes kort, wonen die hier ook. En ja, wat heeft hij hier allemaal gedaan? Geheimzinnige dingen heeft hij hier allemaal gedaan. Ik laat het maar leeg. Kijk, het is ingesneeuwd. Vind ik eigenlijk ook helemaal niet erg. Hier kom ik nooit meer verder of zo op deze plek. Zo, laten we weer naar buiten gaan via het sneeuw zo. Nou, dan hebben we hier het machtig grote boothuis van René en Floor.
Ik denk dat deze winkel de meeste winst heeft gemaakt van de hele stad, jongens. Dit huis hier is gewoon insane. Je kan hier namelijk allemaal dingen kopen. Je kan je tools laten maken. Je kan je armor laten maken. En je kan je boot kopen. Nou, ik denk dat er nog nooit een boot is gekocht. Maar het heet wel de bootwinkel. En je kan hier ook hout kopen en weet ik wat allemaal. Maar ik heb hier zo vaak armor en tools laten maken. Ik ben hier echt stacks aan diamonds kwijtgeraakt. Heel leuk huis hier. Ze maken hier daadwerkelijk boten voor in het water die daar liggen en zo. Ook al moet ik verklappen dat ik die heb gemaakt. Maar hierboven hebben ze ook nog heel veel villages. Voor dus bewijzen van de tools. Natuurlijk de enchantments en zo die ze nodig hebben. Heel leuk. Hoppa, dan komen we hier buiten bij het boothuis. Nou, ik ga niet het hele interieur laten zien, maar het is gewoon het boothuis van Content Veen. Het meest winstgevende bedrijf van de stad. Nou, hebben we hier het leuke kraampje van Fred zo. Hoppakee, er worden allemaal groene dingetjes verkocht. Sale, 6 betalen, 1 halen. Hele goede deal, hele goede deal. Van Fred is dit. Lopen we door, hebben we hier een leuk klein pleintje naast de grote bank, jongens. Jullie kennen hem allemaal, dit is de bank van Fred. Die, het is zijn bank. Ik heb hem gemaakt, maar ik heb hem hem gegeven. Als we hier binnenkomen, heb je hier een leuke wachtruimte waar je even lekker kan zitten. Dan hier binnen, naar links zo, heb je de trap. Omhoog volgens mij, want hierboven heb je dan nog niet ingericht en al, maar wel een mooie ruimte waar dus nog iets zou kunnen komen. En een leuk balkonnetje op deze ruimte hier waar we nu even heen gaan. Overal die grasblokken, dat zijn endermensen die dat doen. Die nemen de grasblokjes mee en die plaatsen het random. Heel vervelend. Maar kijk, dan hier links komt die. Hoppa, heb je de ingang zo naar daadwerkelijk de bank. Kan je hier doorlopen, kan je tegen computers praten, weet ik voor wat. Kon je hier je aanvraag doen, zodat er voor jou een kluis gemaakt kan worden. Kijk, zoals dit. Hoppakee. Zo, mooie kluisdeur gaat open. Konden we doorlopen. Dit was ooit mijn kluis. Die was toen voor onderzoek gesloten omdat die beroofd was. Maar dit is mijn huidige kluis. Maar volgens mij is deze kluis bijvoorbeeld ook gewoon open of niet. Nee, je moet je sleutel plaatsen. Maar goed, kijk. Dit is mijn kluis, jongens. Als ik deze deur dan open doe, zo. Hoppa, gaat die open. Nou, kan ik hier leuk mijn dingen opslaan. Ik weet niet of ik dat nog heb gedaan. Ja, kijk, hier heb ik wat dingen opgeslagen. Gewoon, zie je. Gewoon wat extra blokken. Nou, gaan we er weer uit. Uitgang. Hoppakee. En dan voor de veiligheid doen we hem weer helemaal dicht. Mega grote redstone deur is dit, jongens. Best wel cool gemaakt, als ik het zo zie. En ja, hier kan je gewoon je veilige dingetjes opslaan in de bank. Hele dure blokken zijn hier gebruikt. Al die emerald blokken, dat is echt best wel, ja, zonde. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Dan lopen we door. Hebben we hier een kraampje. Hier kan je geocache spelen. Ik weet niet of jullie dat spel kennen, jongens. Geocache is iets wat je volgens mij ook buiten Minecraft om kan doen. Maar dit is Julian's kleine kraampje. En dan kan je geocaching doen. Al zijn de caches wel allemaal op, dus die zijn weggehaald. Dit is mijn huisje. Als je zei, dan zou je denken, ja, ik woon inderdaad in het kasteel. Maar ik ben een tijdje daaruit verjaagd door Frederik, die had het overgenomen. Toen woonde ik een tijdje hier, in dit huisje. Er liggen nog allemaal brieven in mijn brievenbus die ik een keer moet openen, volgens mij. Oh, nee, trouwens, dat heb ik allemaal al gelezen. Ik laat het gewoon liggen. Nou, hier heb ik gewoond, hartstikke leuk. Leuke inrichting zo. Hierboven was mijn slaapkamer. Dan had je hier een kleine kistkamer van me. Dan hier had je ook nog een keldertje waar je heen kon. Zo ziet er goed uit. Met een geheime bunker erachter. Zo, daar ben ik eigenlijk nog nooit meer geweest in deze geheime bunker. Weer is hier een enderman geweest. En heeft een grasblokje geplaatst. Nou, geheim klein bunkertje. Is niet zo bijzonder. Verder kom ik hier nooit echt in dit huis. Ik heb hem toen gewoon geclaimd omdat ik hem zelf had gebouwd. Dacht ik, nou, deze claim ik wel even. Tegenwoordig woon ik gewoon weer in mijn kasteel, gelukkig. Maar als mijn buurman had ik Bob de dokter. Alleen Bob de dokter is inmiddels vermist, jongens. Die is weg. Ik weet niet waar die is. Hij is misschien nog besmet. Ik heb hem niet meer gezien sinds Frederik overleden is. Maar hier woont Bob de dokter, woont hier. Dit is het ziekenhuis. Alleen dit ziekenhuis is ook door de oorlog is hij helemaal, ja, verstrooid. Helemaal kapot. Niemand werkt hier ook meer. Ik heb niemand meer gezien. Het is helemaal verstrooid, het ziekenhuis. Deze laat ik gewoon lekker aanstaan. Dit is het tegengif van Bob. Ik ga die hendel ook nooit meer overhalen. Dit is gewoon lekker, waar, ja. Als ik deze beacons hebben de stad gered. Daar hou ik het even op gewoon. Die hebben de stad echt gered. Gaan we weer uit het ziekenhuis. Hoppakee, zo eruit. Gaan we naar de buurman van het ziekenhuis. Dat is namelijk Tony's. Dat is een restaurant of een café van Noah en Rick, volgens mij. Volgens mij is het een theekafeetje inderdaad. Dat is een theekopje of een koffiekopje. Nou, gewoon gezellig. Een roze café is het. That's it. Het is letterlijk gewoon een roze café waar je met gewoon gezellig kan zitten en wat kan drinken. En weet ik wat allemaal. Met een aquarium zonder vissen. Maar dat maakt niet uit. Oh, en dit was het leukste plekje. Je kon hier zitten zo. En dan kon je naar mijn kasteel kijken. En dan kon je gewoon een gezellige date houden hier. Hoe gezellig is dat? Terwijl je nou gewoon naar het prachtige kasteel kan kijken. Lopen we naar buiten bij Tony's. Heb je ook een terrasje waar je kan zitten. Gaan we even slapen, want ik vind het leukste als het overdag is. En de buurman van Tony's is Julian, jongens. Dit is Julian's huidige huis. Hij had ook een huis in het oude gebied, maar dit is waar hij op het moment woont. Brievenbus, hij volgens mij, ja, heeft best wel wat brief nog, of wat brieven. Hij heeft zelfs een deurbel. Kom je binnen, heeft hij een tv die werkt. Volgens mij werkt hij nog steeds. Nee, die werkt niet meer. Maar maakt ook niet uit. De tv hoeft ook niet te werken natuurlijk. Verder chestroompje hier van Julian en een zoldertje. Waarschijnlijk met slaapkamer, zo niet al te bijzonder. Gewoon het huis van Julian.
Lopen we door, komen we bij het woonhuis van Fred. Hier woont Fred op het moment. En zoals je zou verwachten is het huis van binnen hartstikke groen. Dan kom je boven hier, nog meer groen, allemaal groen tapijt. Hier nog meer groen natuurlijk, met hier een plekje waar ze lekker kunnen tv kijken of zo. Ik weet niet precies wat dit is, wat dit voor moet stellen. En hierboven heb je de slaapkamer van Fred en gelijk ook de logeerkamer. Hij vond het leuk zodat zoveel mogelijk vrienden konden blijven slapen, zei hij. Dus had hij heel veel bedden geplaatst. En ze opladen natuurlijk. Hij heeft ook nog een achtertuintje of eerder een hofje hier of zo. Er is weer een Enderman langs geweest. Hij heeft weer een dirtblok geplaatst. Heel vervelend. En dan hierboven had hij, als het goed is, Nintendo of zo noemde hij het. Dit is zijn beamer. Dat is een scherm en hier kan hij spelletjes spelen. Nou, hartstikke leuk. Lopen we weer terug naar buiten hier zo. Hoppakee. Namelijk de buurman van Fred is het oude politiebureau. Inmiddels staat het al heel lang leeg. Kijk, niet betreden erg gevaarlijk. Maar ja, we gaan hem wel betreden. Want zo gevaarlijk is het niet. Gewoon een leeg pand is het inmiddels geworden. Hierboven is het ook een leeg pand geworden. Heel simpel. Was vroeger het politiebureau van Frank. Maar Frank is inderdaad ook helaas overleden. Spijt me, Frank. Hebben we hier het kraampje van Julian. Die verkoop ik altijd. Oh, het is allemaal al gekocht. Mijn vuurwerk, die koop ik hier altijd. En mijn Glow Insects koop ik hier ook. Dan hebben we hier Poos Pizzeria. Dit is letterlijk ook van Julian. Julian heeft best wel veel dingen. Dit is namelijk de pizzeria van Julian. Als je hier binnenkomt, als dat kan, met die kist die hier onhandig staat. Kijk, heb je hier allemaal pizzaatjes en zo. Gezellig Italiaans plafonnetje. Hier heb je de keuken hierachter. Ziet er ook goed uit. Weer een dirtblokje, wat word ik gek van die Endermans die overal maar dingen doen. Boven heb je ook nog meer zitruimte. Leuk terrasje hier. En dan als we hier naar beneden gaan, kom je op de pier terecht. Nou, die kan ik wel laten zien of overheen lopen. Maar er is daar niet zo heel veel bijzonders. Het is gewoon een en al detail. Nu is het ook nog eens bevroren de helft, omdat ja, het nogmaals, het is kerst. Dan heb je hier een mooi bootje. Oh, maar ik moet trouwens even naar beneden, want ik kan die grot even laten zien. Daar moet ik ook in natuurlijk. Kijk, ik moet alles laten zien. Ja, de pier is gewoon pier. Ziet er gewoon leuk uit. Veel details. Dan kan je hier over deze dingen heen lopen. Hé, die zijn allemaal weggehaald. Waar zijn ze heen? Waar zijn alle lilypads heen? Huh? Er waren hier veel meer lilypads, jongens. Die zijn allemaal weggehaald. Iemand heeft ze gesloopt. Ik ben gescamd. Iemand heeft lilypads weggehaald. Maar in principe maakt niet uit. Kijk, als je hier dan zo verder heen gaat, zo. Hoppa, dan kom je hier uit, zo. Bonk, bonk. Kijk. Nou, gewoon een leuke grot. Gewoon voor de gezelligheid. Een soort piratengrotje of zo, hè. En dan zijn we weer terug hier. Hoppakee. Dan komen we in het industrieterrein alweer, jongens. Zijn we alweer uit het nieuwe gedeelte. En in het industrieterrein. We hebben hier een leegstaand huis. 20 diamonds staat voor te koop. Als iemand hem ooit wil, koop hem lekker. Hebben we hier mijn makelaar. Hier heb ik mijn huis allemaal te koop gezet. Als we dan even naar binnen gaan, kan je dat ook zien. Hier heb je een map van de stad helemaal. Ziet er goed uit. Dus als het goed is, ook helemaal up-to-date. Maar ja, hier kan je dus gewoon zien wat er allemaal nog te koop staat. Hier staan er dingen te koop. Hier, dit staat ook allemaal nog te koop. Maar dat moet ik allemaal nog aangeven, zoals dit. In het oude gebied staat heel veel te koop nog steeds. En hier kunnen mensen aanvragen doen als ze graag een huis willen. Gaan we weer naar buiten. Lopen we deze kant op. Hebben we hier de steenfabriek die op het moment een interieur krijgt. Daar is Floor nu mee bezig. Dit wordt mijn fabriek. Heb ik van buiten gebouwd. Maar Floor is maar een interieur aan het geven. Want die heeft een interieurwinkel. Ze is druk mee bezig zoals je kan zien. Best een groot huis ook. Hartstikke leuk. Gaan we weer naar buiten zo. Lopen we hier heen. Nou, en dit heeft denk ik iedereen wel gezien. Want dit heb ik letterlijk vorige aflevering nog gebouwd. Deze huizen hier, die en die. En dat kraampje daar heb ik vorige aflevering gebouwd. Dus daar hoef ik niet zo heel veel over te zeggen. Het zijn gewoon sierhuisjes. Moeten dan alleen even leuk interieur krijgen en zo. Ze hebben vooral alleen de voorkant. De rest is gewoon in de berg hier. Zoals je kan zien. Het is niet echt een huis, maar meer gewoon de voorkant van een huis. Twee leuke sierkraampjes. Lopen we hier verder naar beneden. Zo, komen we uit bij de rechtbank waar ik op het moment druk mee bezig ben. Is nog niet af, zoals je kan zien. Van buiten wel, maar van binnen nog lang niet. Hier komen ook nog allemaal huisjes. Hier ga ik twee rijtjeshuizen bouwen. En hierachter ook een rijtjeshuis. Hier moet een trap komen, dus eigenlijk is het hier nu doodlopend. Hier kan je nog niet zoveel verder doen. Maar er komt uiteindelijk een trap naar daar beneden, daar. Maar wat je vanaf hier wel mooi kan zien, jongens, is de dam. Dit is natuurlijk een megadam die het water daar tegenhoudt. Langzaam naar beneden werkt en dat het hier gewoon weer tot zijn rust komt. Het water. Daar gaan we zo meteen heen. Eerst moeten we even terug naar de dam, want we gaan er overheen lopen. Anders komen we daar niet echt op een goede manier beneden. Dan lopen we hier langs de makelaar. En als je naar rechts gaat, loop je naar beneden. Dan kom je dus de dam op. Heb je hier de zandopslag. Hier slaan wij al het zand op van de stad. Hartstikke leuk. Loop je hier overheen. Nou, heb je een van de mooiste plekken van de stad, vind ik zelf. Want als je naar links kijkt, kijk je naar het nieuwe gedeelte. En als je naar rechts kijkt, kijk je naar het industrieterrein. Wat eigenlijk nieuwer is dan het nieuwe gedeelte. Dus een beetje krom die naam. Heb je hier Jopie's kerstwinkel? Of hoe heet het? Jopie's winterwinkel. Kan je allemaal leuke winterdingetjes kopen. Sneeuw, ijs. Oh, zo. Ja, is wel rijk geworden door, moet ik zeggen. Lopen we door, komen we bij de kleiopslag. Zelfde als de zandopslag. Dit is op het moment mijn opslaghuisje. Dit wordt ooit het huis van René. Maar aan alle kisten te zien, sla ik hier eigenlijk al mijn steen op. Want ik heb veel te veel steen. Gereserveerd door René, maar het is eigenlijk nog van mij op het moment. Omdat ik hier al mijn dingen opsla. Voor in de bouw van deze ruimte hier natuurlijk. Want als ik alles in mijn kasteel opsla, moet ik gewoon te vaak heen en weer reizen. Maar dan lopen we door. Gaan we eerst even slapen, want het wordt alweer donker. Lopen we door, komen we hier bij de vuurwerkfabriek van Julian. Dit huis heb ik gebouwd, moet nog geïnterieerd worden of
geïnterieurd. Moet nog een interieur krijgen van Floor. Gaat ze nog mee bezig? Want zij heeft natuurlijk de interieurwinkel. Ziet er leuk uit. Kunnen we binnenkort al ons vuurwerk kopen in plaats van mij een klein kraampje. En daartegenover staat een heel apart huis. Ik heb dit ooit een keer gebouwd. Dat ik dacht van, oh, de hele gebiedje komt in deze stijl. Maar uiteindelijk vond ik het te modern. Dus heb ik de rest maar iets meer met het hout gebouwd. Maar verder is het wel echt een heel leuk huis. Maar dit heb ik aan Nathan gegeven, waardoor het uiteindelijk de hypotheek is. Of de hypotheek? Apotheek, wat zeg ik nou? De apotheek is geworden van Nathan. Hier kan je allemaal leuke... Nou, leuke, wat kan je hier allemaal kopen? Laten we eens kijken. Jezus, gewoon medicijnen. Allemaal dokterstermen waarvan ik geen idee heb hoe strang. Dat ken ik dan weer wel. Paracetamol, ibuprofen. Hij heeft oprecht gewoon allemaal soorten medicijnen heeft hij hier gemaakt. En dan hierboven had je als het goed is een klein laboratoriumpje van hem. Ja, kijk hier. Hier werden alle medicijnen gemaakt, jongens. Ziet er hartstikke leuk uit. Dit is allemaal van Nathan. Gewoon een mini-laboratorium. Dus dat is de apotheek van Nathan. Kijk, en jongens, dit is dus die tunnel waar ik het over had. Echt gewoon een, weet ik voor hoe lang geleden, inmiddels 20 minuten geleden. Als we hier even doorheen lopen, de tunnel heeft alleen nog geen mooie vloer. Die moet ik nog een keertje maken. Maar zoals je kan zien, kom je dan in dit gebied uit waar we net waren, weet je. Toen zei ik nog, ik kom later wel bij deze tunnel terug. Nou, dat is dus daar. Dan kom je bij de apotheek en de vuurwerkfabriek van Julian uit. De vuurwerkwinkel. Nou, dat is toch leuk, hè? Dan kom je in dit gebied uit. Goed, lopen we verder hier naar beneden. Dan komen we op de begraafplaats uit. Kijk, hebben we hier komt nog een begrafenishuisje. Moet ook nog gebouwd worden. Hier ben ik ook nog lang niet klaar, jongens. Hier het graf van Fred, terwijl Fred inmiddels al weer leeft. Dus deze moeten we weer eigenlijk even vervangen voor het graf van Frank in plaats van Fred. Nou, mooie boom. Dus ook een grote boom. Lopen verder, daar ook een mooie grote boom. Hier liggen alle diertjes die ik ooit heb gehad in de stad. Die ik letterlijk in deze jaartijd heb ik heel veel Minecraft huisdieren gehad. Maar niet elk dier heeft overleefd. Volgens mij zijn er zelfs heel veel dood gegaan. Die liggen hier allemaal. We hebben hier Gerard. Oh, die is van Rick trouwens, heel toevallig. Dan hebben we hier, komt die. Bob 2. Dit was ooit een villager. Of een trading villager. Dan hebben we hier Bob 1. Was ook een trading villager. Dan hebben we hier Kwek. Een van mijn varkens die echt al heel lang is overleden. Dan hebben we hier Vlek 2. Een koe, die ook is overleden. Hier ligt Kwik, ook dood. Vermoord door Julian, ook mijn varken. Hier ligt Dikkie Dik, het varken. We hadden ook ooit een keer een varken genaamd Dikkie Dik. En die is vermoord, jongens. Dikkie Dik, het varken, was echt in mijn hart. Die had ik ook al sinds de eerste maand van Content Veen. Maar die is door Bram vermoord. Maar de Dikkie Dikke kat leeft wel gelukkig nog. Hier ligt Mossel de vogel. Nou, die heeft gewoon niet overleefd. Hier ligt Karel de vogel, heeft ook niet overleefd. Hier ligt Vlek. Een van mijn eerste koeien heeft ook niet overleefd. En dan hierboven, jongens, heb ik een heel speciaal plekje. Voor mijn favoriete huisdiertje die ik ooit heb gehad. Mag je eigenlijk niet zeggen, maar het is toch stiekem zo. Hier ligt namelijk Kwast. Kwast het paard, jongens. Kunnen jullie je Kwast nog herinneren? Kwast is een van mijn paarden, of mijn allereerste paard in de stad. Daar heb ik veel leuke tijden mee gehad. Maar die is helaas doodgegaan door dat we door een netherportal heen gingen. En toen was toen, toen. En toen ging hij dood omdat hij in een blok vast zat of zo. Dus hier ligt Kwast. Ik denk dat dit wel iedereen's favoriete huisdier van Content Veen is. Man, Rip Kwast nog steeds, jongens. Rip Kwast, die komen we niet vaak genoeg in de video's. Bij Kwast zijn graf. Kwast paard. Wat een goed paard is dat. Maar goed, dat is dus de begraafplaats. Best wel zielig. Er liggen heel veel dieren. Heel veel dingen liggen hier. Dan kunnen nog meer graven bij komen. Gaan we niet vanuit. Maar kan wel. De ruimte is er. Lopen we hier naar beneden zo. Hoppakee. Hier is het pad ook nog niet gemaakt. Hier moet ik een keer het pad nog mooi maken. Dit is nog gewoon lelijk gras. Maar hier hebben we de grote ijzerfabriek. Natuurlijk. Niet te vergeten die ijzerfabriek. Hier. Deze heb ik gemaakt. En die heb ik voor een stack diamonds verkocht aan Anne. Deze fabriek. Ik dacht ik ga hem maken. Ik ga er zelf niet in wonen. Ik ga hem lekker verkopen. Nou, Anne heeft er dus heel veel gebruik van gemaakt, nog steeds. Ze verkoopt hier allemaal ijzer. Dit is gewoon voor de sier. Als je hier links komt, kom je in het winkelgebied. Nou, hier wordt letterlijk gewoon ijzer verkocht. Hier wordt chains verkocht. Hier worden lanterns verkocht. Hier worden anvils verkocht. Hier worden iron bars verkocht. Cooldrons, stonecutters en weet ik wat allemaal. Hier, als je doorloopt, kom je bij de iron golem farm, waar ze dus al het ijzer vandaan haalt. Maar je kan ook omhoog hier. Waar komen we dan uit? Oh, kijk, hier hebben we hier nog meer sierwerk allemaal. Gewoon één grote ja, fabrieksruimte. Want het is echt een fabriek, dit gewoon. Maar ze heeft als het goed is ook hier een kantoortje boven. Ja, kijk, hier heb je chestroom. Gewoon waar ze dingen bewaart en zo. En dan hierboven heeft zij een kantoortje. Zo hartstikke leuk. Ziet er goed uit. Met daarop uitzicht op de dam. En op de grote brug daar. Heel leuk. Volgens mij heeft ze hierachter ook nog gewoon een geheime ruimte zitten. Yep. Met kisten. Nou, dat is de ijzerfabriek. Een van de mooiste gebouwen van de stad, vind ik zelf. Blij dat ik hem ook verkocht heb, want ik had dit nooit zo goed benut als dat ander dit heeft benut. Deze fabriek. Dus ik vind het leuk om te bouwen, maar dan verkoop ik hem gelijk weer door. Dan hier beneden hebben wij dit hier. Gewoon twee fabrieken eigenlijk. Of twee, wat zijn het, winkels? Dit is de interieurwinkel van Floor, waar ik het al meerdere keren deze video over gehad heb. Hier kom je binnen.
heb je gewoon echt een mega groot huis. Hier kan je aanvragen doen als je een huis hebt gebouwd. Of 9 van 10 keer bouw ik het huis. En dan gaan mensen hierheen om ook een interieur te laten bouwen, de floor. Maar hier kan je gewoon rondlopen en kan je een beetje kijken naar wat je leuk vindt, weet je. Oh, deze kast vind ik echt leuk, die wil ik in mijn huis hebben. Ik vind het beddesign echt leuk. Nee, maar ik ga hierheen, want ik wil deze eetkamer en deze keuken hebben. Ik wil deze kastopslagruimte hebben. Je kan gewoon letterlijk tegen Floor zeggen, ik wil dit. En dan bouwt ze dat in je huis, weet je. Het is hartstikke leuk. Gewoon echt een goede winkel. Zit hier iets moderner. Heb je ook gewoon. Je hebt hier allemaal kleurenpaletten en zo. En houtpaletten wat je kan gebruiken. Nog meer een soort brewing ruimtetje met boekenkasten en zo. Ja, heel leuk. Je kan ook aquaria's. Je kan zelfs aquaria's kopen. Gewoon met vissen erin en al. Hoe leuk is dat? Nou, dan lopen we door. Heb je een andere kant is Jopie zijn smeltwinkel. Die is nog steeds in aanbouw als het goed is van binnen. Het duurt wel. Oh, hij is wel een heel stuk verder inmiddels. Ah, dit heb ik allemaal nog niet gezien. Dit is als nieuw voor mij dit. Dit is de smeltwinkel van Robin. Hier kunnen mensen dan een eigen... Hoe noem je het? Een eigen kamer kopen waar ze dingen kunnen smelten. Dat wil ik bijvoorbeeld heel graag hebben. Kijk, hier komt dan een smeltkamer. Supersmelter. Hier komt ook een supersmelter. Hierachter zit... Wat is dit? Staff only. Ah, dit is gewoon een kantoor van Robin dus. Het kantoortje. Nou, hier komt dan ook een showcase model van de smelter. Daar kunnen mensen een bewijs van kopen. En hier komt ook een supersmelter. Hele handige winkel als deze af is, jongens. Dan hier boven ons hebben wij een groot treinspoor. Gewoon voor de sier. Gewoon letterlijk voor de sier. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Hier een leuk pad dat je de dam op kan als je wilt. Kunnen altijd nog een keer een huisje bouwen en zo. Hoppakee. Ziet er leuk uit zo. En dan heb je een beetje uitzicht op de fabriek en op de rechtbank daar en zo. Verder kan je hier niet echt iets doen. En als het goed is, hebben wij dan de hele stad gehad, jongens. En dan kunnen we naar het kasteel. Ja, jongens, het is een mooie stad. Ik heb de hele stad laten zien. We gaan nu het kasteel in. Maar voordat ik dat ga laten zien... Ik denk dat van de stad heb ik zelf 90% gebouwd. Maar ik wil natuurlijk ook bijvoorbeeld een floor en... een Anne en zo bedanken voor gewoon de leuke toevoegingen die zij gedaan hebben en zo, weet je. Ik bedoel, en een René die heeft bijvoorbeeld dit boothuis gebouwd. En een Anne heeft haar eigen huisje daar gebouwd. En een Floor heeft wel een rijtjeshuis hier gebouwd en zo, weet je. En dat is het leuke eraan. Dat motiveerde mij ook altijd om door te gaan, weet je. Want dan was ik natuurlijk veel te veel aan het bouwen en weet ik voor wat. En als ik dan online kwam en ik zag in één keer een ander huisje staan die ik niet had gebouwd, dacht ik, hé, ik ben helemaal niet alleen, weet je. Dat is hartstikke leuk. Maar goed, het is gewoon echt een levensproject geworden dit. Maar laten wij... Echt naar de crème de la crème gaan, vind ik zelf. En dat is mijn kasteel. We vliegen er even heel snel overheen, omdat we naar de ingang gaan. Dat is namelijk hier. Hoppakee. Gaan we even wachten tot het nacht is en slapen we. En dan hebben we gewoon weer mooi daglicht. Alright, mijn kasteel, jongens. Welkom. Laten we rustig naar binnen lopen via de poort hier. Hele oude poort hier. Dit is ook huis nummer 1. Terecht natuurlijk. Maar ja, dan kom je hier gelijk in het hofje. Daar kan je heel veel zien. En je weet eigenlijk niet wat je ziet, want het is zo'n mega groot gebouw natuurlijk. Maar als we hier dan naar links gaan... Kom je hier in een mogelijk ooit een tunnel. Heb ik nooit afgemaakt. Zou ik een keer af kunnen maken. Helemaal door naar de andere kant. Maar hier staat al meneer Rick voor. Gaan we natuurlijk niet doen. Dan hier. Hier woon ik altijd. Oh mijn god, dat was ik helemaal vergeten. Dit huisje hier. Of deze poorthuis. Heb ik heel lang gewoond. Voordat mijn kasteel af was. Nou, heel simpel. Nu smelt ik er af en toe wat dingetjes. Hebben we hier een leuk tuintje waar we doorheen kunnen lopen. Zo. Dan hier beneden kom je onder het kasteel uit. Is verder niks. Gaan we ook niet laten zien. Maar goed, laten wij omhoog gaan. Zo, laten wij omhoog gaan. Het kasteel in. Hierboven kom je op de muur. Kan je zo hier de toren in. Verder vind ik niet zo heel veel bijzonders. Maar het leuke, jongens. Boom. Je komt binnen en je bent gelijk in de troonzaal. Het is letterlijk het eerste wat je ziet. Ik wilde het kasteel maken en je komt binnen en je krijgt gelijk... Bam, je wordt verwelkomd, weet je. Nou, dat was het leuke. Je komt gelijk ineens de grootste ruimte van het kasteel. De troonzaal. Mooie armor stands die daar shinen. Een leuke troon waar ik op kan zitten als ik wil. Kan ik doe ik verder niks mee. Maar ja, kijk, ik bedoel, hè... Ik kan erop zitten. Ziet er leuk uit. Doe er verder niks mee. Heel veel goud achter me. Dit is echt belachelijk veel goud als je erover nadenkt. Je kan naar boven lopen, maar dan komen we zo meteen natuurlijk. Laten we even kijken. Hoe gaan we de rondlijn doen? Laten we eerst de eerste verdieping doen. Tweede verdieping. Derde verdieping. Vierde verdieping. Zo. Hier links gelijk. Als je de troonzaal hier bij de troon zit en je gaat hier naar links. Heb je hier een klein trappetje omhoog. En dan gewoon een opslagruimte. Puur voor de sier. Was gewoon om deze ruimte een keertje op te vullen. Dan hier heb je een trap naar boven, maar die pakken we dus zo meteen pas. Eén van de trappen. We hebben echt 3 of 4 trappen heb ik in mijn kasteel naar de volgende verdieping. Oké, dan is dat kleine hokje daar eens eigenlijk laten zien. Dan kom je hier in het hofje. Hier bewaar ik al mijn dieren op het moment. Abraham, mijn hond. Klodder, mijn koe. Jos, de vos. En hier Kwast 2, het paard. Een leuk hofje, kan je rondlopen. Voelt heel vredig aan. Mooi uitzicht op het nieuwe gedeelte hier. Mooi uitzicht op het andere gedeelte van het nieuwe gedeelte. En hier een doorgang naar de... Ja, ridderkamer, de woonkamer. Ik weet niet echt hoe je het wil noemen. Een soort van ridderkamer. Hier kan je namelijk gewoon lekker zitten aan tafel. Het is niet de eetkamer, want daar komen we zo meteen. Heb je een grote mega boekenkast met ramen.
erdoorheen waardoor je naar buiten kan kijken. Heel veel sierdingen hier. Dit is eigenlijk gewoon één grote sierkamer. Maar met wel een hele nuttige trap naar mijn chestroom. Want die zit hier rechtboven. Maar daar komen we zo meteen. Twee deuren. Kijk, deze deur hier kunnen we ook pakken trouwens. Dan kom je wederom in de troonzaal uit. Dit is gewoon zo'n loop, een rondje wat je hier kan maken. Maar als we dan dit volgen zo en dan de rechterkant pakken hier, de rechte doorgang, komen we hier in de eetzaal. Dit is de hele kleine eetzaal, maar het kasteel was vroeger kleiner dan dat hij nu is. Dus toen was dit een van de grotere ruimtes. Ja, dit is de eetzaal. Kan je gezellig met z'n allen zitten, kan je een beetje eten. Zo zou je het moeten zien en je gaat het niet echt doen, maar dat is het idee van de kamers, weet je. Hierboven kon je muziek afspelen, stond ooit een jukebox. En dit is ook de doorgang naar de grote brug die jullie waarschijnlijk al meerdere keren gezien hebben dat ik hier aan het rondlopen was. Is gewoon de doorgang hierheen en dan kan je daar omhoog en dan ben je uit de stad. Ook één eigenlijk, ook een soort van ingang van de stad. Kijk, dan kan je hier omhoog lopen en dan ben je gewoon weg, weet je. Ook een soort van poortachtig iets. Zo moet je het eigenlijk zien, dit. Met uitzicht op alle gedeeltes. Maar goed, dan komen we hier weer binnen in de eetzaal. Gaan we dit pad hier naartoe vervolgen. Dan kan je hier naar links en naar rechts. Laten we eerst even links pakken, want als we dan doorlopen, dan kom je in deze ruimte hier weer uit, weet je. Dan snappen jullie een beetje. Rechts is dus eigenlijk in principe dat, meer niet. Kan je ook naar links. Daar gaan we nu heen. Hier woont, oh mijn god, ik was jou helemaal vergeten. Jij leeft gewoon nog. Wow, dit is Bertha. Bertha, je leeft nog. Jemig, ik was je helemaal vergeten. Wat sneu eigenlijk. Sorry. Dan hier komen we in de oude grote hal. Dit was vroeger de ingang van het kasteel toen het kasteel nog kleiner was. Inmiddels is dit gewoon een van de meerdere hallen waar je kan komen. Heb je hier een kleine bibliotheekruimte. Als je daar doorheen loopt, kom je hier uit. Namelijk gewoon weer in de troonzaal. Dus hebben we alle doorgangen gehad van de troonzaal. Dan zijn jullie een beetje georiënteerd. Lopen we hier naar buiten. Kom je over een klein balkonnetje waar je gewoon naar de ingang kan kijken. Dit is waar we net omhoog liepen zo, weet je. Dan kan je doorlopen en dan kom je in diezelfde hal als net uit. Hier namelijk, weet je. Gewoon met de trap omhoog. Dit is de hoofdtrap eigenlijk. Maar dan gaan we nog niet omhoog. We gaan eerst hierheen. Dit is gewoon een gang. En dan kom je hier links uit bij de etensopslag. Hier slaan we al het eten op van de stad. Of van het kasteel eigenlijk, weet je. Hierboven woont ook nog een villager volgens mij. Oh mijn god, ja, was ik ook al helemaal vergeten. Bonky, jij leeft nog. Bonky de villager, oh mijn god. Lang niet gezien, Bonky. En dan lopen we hier verder. Kan je hier op een buitenplaatsje lopen. Nou, dan heb je hier gewoon wederom die plek waar we net liepen. Daar liepen we ook net. Dan heb je hier het trappetje naar beneden waardoor je bij de kerk uitkomt. Jongens, wat ik zei, hier heb je ook de ingang van het kasteel, weet je. Dit is dat pad dat we bij de kerk uitkomen. Nou, hier hoef je in principe niet heen. Dan ga je gewoon de toren in, maar dat is niet zo bijzonder. Gaan we weer binnen het kasteel in. Dan lopen we door. Kan je hier nog naar links. Kom je hier bij een soort heksenkamertje of zo, weet je. Een soort brewing standkamer. Waar gewoon lekker een heks lekker een potion kan maken of zo, weet ik veel. Kom je door hier, kom je in de keuken terecht. Nou, hier beneden hebben we nog meer etensopslag. En hierboven is daadwerkelijk de keuken waar je ook gewoon aan het tafeltje kan zitten om te eten als je wil. Maar hier wordt het eten voorbereid. Want deze kamer is aansluitend, jongens. Komt hij weer op de eetkamer. Ja, daar is over nagedacht, hè. Dat zit naast de eetkamer, de keuken. En als we dan doorlopen zo, dan kom je gewoon weer in deze hal hieruit. Nou, hier beneden zit gewoon de kerkers eigenlijk. Verder doen we daar niet zoveel mee. Of de kerkers, gewoon gangenstelsel. Gaan we nu niet heen. Gaan we omhoog. En dan pakken we als eerst, pakken we links of rechts. Nou, uiteindelijk maakt het niet uit, maar laten we links pakken. Komt hier links uit, kom je in een halletje uit. Kan je doorlopen, ben je gelijk buiten. Heb je mooi uitzicht op de stad. En wederom op dit plekje hier. Daar liepen we net. Daar liepen we ook net. Daar liepen we ook net. Maar nu zijn we een verdieping hoger. Hartstikke leuk. Uiteindelijk kunnen we nog een verdieping hoger en zo. Kan je helemaal daar lopen, weet ik veel wat. Maar dan komen we nog. Laten we dan eerst even binnen doen, voordat we dit buitengedeelte hier doen. Als we hier de trap omhoog komen, gelijk naar rechts gaan, kan je doorlopen. Dit is allemaal nog afgesloten van toen de tijd dat Frederik hier woonde. Jezus, wat vervelend. Heb je een leuk klein bureautje. Dan hier nog een trap omhoog. En ik ga deze vast omhoog, omdat dit een enkele kamer is hierboven. Dit is namelijk mijn slaapkamer, zo. Kijk, hoppakee. Kan je lekker chillen, zo. Kan je gewoon in mijn groot bed, waar het bed zelfs van verdwenen is. Dat is wel jammer. Wederom uitzicht op de stad. Dit is gewoon mijn slaapkamer. Slaap ik eigenlijk nooit, maar het is leuk om een slaapkamer te hebben. Nou, dat is dit verdieping hier. Verder kan je hier niet zoveel doen. Dit is een doorgang hier weer naar buiten. Kan je weer gewoon zo over het randje lopen, kom je op dezelfde ruimte uit als waar we net waren. Zo bijzonder is dat niet. Lopen we door hier, kom je in de smeltkamer uit. Dit is mijn smeltkamer van het kasteel. Kan ik dingen smelten als ik wil, doe ik niet, want het is eigenlijk meer een sierkamer met grote mega ovens en kleine ovens erboven en zo en opslag beneden. Dit is de andere kant van de trap, dus wat ik net zei, uiteindelijk maakt het niet uit welke kant we op gingen, want nu komen we als we hier naar beneden gaan, komen we gewoon weer in deze ruimte uit hier. Lopen we door, kan je hier omhoog, deze skippen we nog even. Maar nu kom je in de bibliotheek uit. En dat vind ik een van de leukste ruimtes van het kasteel. Dat je gewoon door die smeltkamer loopt. Heb je hier gewoon de bibliotheek, jongens. Dit is zo'n leuke ruimte. Dit is letterlijk ook mijn archief. Elke lectern hier is gevuld met een brief die ik ooit heb gekregen in mijn brievenbus. Gewoon, hoe leuk is dat? Dat de lecterns ook echt goed benut worden door de brieven. Het is daadwerkelijk gewoon een gevulde bibliotheek. Met hierboven ook gewoon opslag hier. Allemaal brieven weer. Allemaal enchanted books. Boekenkasten. Het is gewoon helemaal gevuld. Hartstikke leuk. Nou, lopen we door hier. Komen we in deze ruimte hier uit. Nou, dit is letterlijk heel simpel.
de ruimte waar we net waren. Wederom bij de trap, maar dan aan de andere kant. Zie je zo, dus direct naar de bibliotheek. Dan, als we terug de bibliotheek ingaan, dan hierheen gaan. Lopen we hier naar buiten. Oh, die moet ook weer weg. Lopen we hier naar buiten, kom je op een soort terras met kanonnen en zo. Daar gaat het verder, daar is verder helemaal niks, maar het is gewoon sier. Als we hier even naar buiten kijken, hebben we uitzicht op het nieuwe gedeelte en uitzicht op het industrieterrein. Hartstikke leuk natuurlijk, hier is het tuintje beneden. Lopen we terug de bibliotheek in, want dan gaan we hier naar links zo. Door deze doorgang heb je daar weer dat balkonnetje waar we net stonden. Hier helemaal niks, maar dit is mijn chestroom jongens. Hier heb ik daadwerkelijk al mijn spulletjes opgeslagen, gewoon. Gewoon een beetje gesorteerd. We werken niet echt met itemframes om een beetje lag te voorkomen. Dus vandaar dat het ouderwets met science is. Vind ik eigenlijk ook nog wel chill om dit met science te doen. Heel leuk. Je kan hierboven, is verder eigenlijk helemaal niks. Je kan nog met een laddertje omhoog als je wil. Maar dit is gewoon 1,5 versiering. Alsof het, om het op een opslag te laten lijken. Gaan we weer naar beneden. Daar gaan we zo meteen heen. We gaan eerst even deze ruimte hier pakken. Lopen hier door deze doorgang. Dan kom je hier op dat buitenpleintje wat ik zei dat ik jullie zo meteen ging laten zien. Gewoon leuk voor de sier. Opslag en zo. Verder helemaal niks bijzonders. Kom je in een gangetje waardoor je uiteindelijk gewoon hier bij de bibliotheek weer uitkomt en zo. Het is eigenlijk best een groot doolhof. Maar als je het zelf hebt gebouwd, dan is het natuurlijk eigenlijk heel logisch om gewoon allemaal te snappen. Maar in principe is het ook niet zo moeilijk, denk ik, voor jullie om dit bij te houden. Wat is, weet je. Maar als we dan via dit pleintje hierheen lopen, kom je weer in de grote troonzaal uit. Maar nu een verdiepingje hoger natuurlijk. Dat is toch hartstikke leuk. Hier heb je mooi uitzicht op de poort. Kijk, daar liepen we net weer. Hier liepen we omhoog. Kan je hier zo kijken. Daar is de ingang naar mijn chestroom waar we net waren, weet je. Kan ik wel naartoe lopen, maar je kan vanaf hier ook zien. En dan hier, kijk, hartstikke leuk. Dit is die trap die ik aan het begin liet zien, weet je. Kijk, dan kom je hier uit zo. En als je dan hier weer deze kant op gaat, kom je weer in de troonzaal uit. Dus vandaar dat ik deze trap geskipt heb, want ik dacht ik kom er uiteindelijk toch wel. Dit is gewoon de trap naar dezelfde verdieping. Dan hebben we als het goed is deze hele verdieping gehad. Daarachter zit niks, want daar zit het hofje, dus daar kan je niet echt naartoe. Ja, hier zit een groot balkon waar je kan lopen als je wil. Is verder niet zoveel te doen, weet je. Je kan hier gewoon staan en kijken naar de stad. Maar wat je hier wel kan doen, is de volgende trap pakken. Naar deze verdieping. Kijk, dan kom je hier uit, zo. Met een heel klein hokje waar Tony, een donateur van mijn livestreams, woont. Mooi huisje nog steeds, Tony. Neem je nog een trappetje omhoog. Nog een trappetje omhoog. Helemaal dolf. Hier kom je deze ruimte uit. En nu ben je echt in de hogere verdiepingen van het kasteel. Is eigenlijk ook helemaal nog niet af. Hier is een logeerkamer van Fred. Ja, het is groen, wederom. Hier had je mijn eigen logeerkamer, waar ik ook een tijdje gewoond heb voor de leuk. Heb ik nog wat spulletjes liggen die ik een keertje eruit moet halen, zonder dat ik dat hier ga laten liggen, weet je. Dan lopen we door deze kant op, kan je die hier in. Nou, dit ga ik niet allemaal laten zien, maar dit is een trap in die hele hoge toren in het kasteel. Maar dan moet ik daar helemaal omhoog lopen. Ik kan even kijken of ik het kan laten zien. Nou, het is in ieder geval een hele hoge toren die kant op. Daar ga ik niet helemaal heen. Je hebt hier het hofje, kijk, waar we beneden stonden, dat gezellige hofje. Lopen we terug hierheen. Hier komen ook logeerkamers, zijn alleen nog niet af. Kijk, dit is gewoon nog een lege kamer, moet nog een keer gebouwd worden. Maakt niet uit. Dan heb je hier het balkonnetje die ik jullie volgens mij net liet zien. Oh, dit is ook een lege logeerkamer. Maar hier een balkonnetje. Kijk, en daar stond ik net. Ik zei, kijk, je hebt uiteindelijk hierboven ook helemaal een balkonnetje. Dat is deze ruimte. Hoe cool is dat? Maar hier kan je wederom kijken naar de poort. Je hebt zoveel plekken om naar de poort te kijken. Dan gaan we hier naar links. Zo is ook allemaal nog niet af. Deze ruimte is ook nog leeg. Maakt niet uit. Het is de enige lege ruimte in het kasteel. Voor de rest is het hele kasteel opgevuld. Maar dan komen we hier op het dakterras van het kasteel. Hartstikke leuke ruimte. Gewoon gezelligheid, mijn opslag, heel veel kanonnen. Kan je lekker naar deze kant kijken. Maar als je gewoon dit pad hier even volgt, kan je ook naar het oude gedeelte van de stad kijken. Wederom naar de poort. Dit is ook trouwens niks. Dit is ook een heel klein leeg ruimtetje. Verder doen we hier niet echt iets veel mee. Het is gewoon voor de sier dat hier een deur zit. Hier heb je het hoogste uitzicht op de troonzaal. Dus zou je samen willen bespioneren, zou je hier kunnen zitten. Dan kan je net aan naar de troon kijken. Hartstikke leuk. Mooie ruimte. Je kan echt plafonden raken vanaf hier. Dan heb je hier de vergaderruimte van het kasteel. Als we dan deze grote dikke toren hierin gaan. Kijk, een grote vergaderzaal. Hier lag vroeger ooit een kaart op van de stad, maar die heb ik weggehaald vanwege lek. Maar je kan je met z'n allen zitten, kan je een vergadering houden. Hartstikke leuk. Dan kan je hier weer naar binnen gaan. Kan je hier de toren omhoog. Zo, hartstikke leuk. Ziet er goed uit. Heb je uitzicht op, ja, op, wat is het? Dat balkonnetje hier, de poort wederom. Een van de hoogste torens van het kasteel. Kijk, dat is die hoge toren waar ik niet in ga, jongens. Want ja, daar is één kamer, maar dan moet ik helemaal een trappenhuis in. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, gaan we dit toren weer naar beneden. Kijk, en als je dan uiteindelijk weer dat pad verder volgt, zo, dan kom je uit hier weer in de smeltkamer. En dan hebben we een mooi rondje gemaakt door het kasteel. Nou, leuk toch jongens? En volgens mij heb ik dan wel alles gehad. Ik denk dat ik legit aan elke ruimte aan jullie heb laten zien. Ik denk oprecht dat we alles hebben gehad van het kasteel. Meer kan ik gewoon niet laten zien. Even kijken, laten we eroverheen vliegen. Heb ik alles gehad? Volgens mij heb ik heel mijn, mijn bouwwerk, alles laten zien, jongens. De hele stad heeft een rondleiding gehad. Hier is nog een ruimte boven waar dingen komen. Maar ben ik nog niet aan begonnen, dus het is nog niet waard om te laten zien. Ik denk dat ik alles gewoon heb gehad. Behalve dan, ja, de molen daar, het boerendorp. Maar dat valt net buiten de stad. Ja, dit was het kasteel, jongens. Dit was mijn stad. Het is eigenlijk een jaar oud inmiddels.
Gewoon een jaar lang hebben we hier lekker een beetje gebouwd en lopen kloten. En hier buiten heb je nog dit dorpje hier. Of dit, ja, wat is het? Boerengebied hier met een farm aan deze kant zo. Een farm aan deze kant. Een molentje daar van boer Jan. Er komt daar nog een nieuw huis van boer Martin. Boer Martin die ik moet bouwen. En ja, voor de rest is hier nog niet zoveel te laten zien, hè? Aan dit gebied zo. Er is niet zoveel hier. Daar zijn we nog druk mee bezig. We hebben hier nog het bijenhuis van René. Dat valt nog onder de stad. Hier hebben we al onze bijtjes wonen. Hartstikke leuk. Wacht, kan ik nog wel even in. Kijk, allemaal bijtjes die we hier hebben. Pas, dit is nog eigendom van de stad. Dus dit hoort er nog wel bij om te laten zien. Hier ergens is een bij genaamd Ari. Is al een van mijn favoriete bij. Alleen ik kan hem nooit vinden. Ik weet niet waar Ari is. Zal wel ergens rondwalen. Oh, hier heb je hem. Ari. Dat ik hem nog vind ook. Wat een leuk bijtje blijf jij. Ja, en dat zit jongens. Ik heb alles jullie laten zien. Volgens mij duurt de video echt bijna een uur. Als ze niet langer duurt dan een uur. Jemig, hé. Wat een bouwwerk is dit altijd geweest. Wat een leuk project. En ik ben er nog niet klaar mee, jongens. Dus de server is nog niet af. Hij is pas af zodra ik echt denk van ik ben klaar met alles, weet je. Maar wat ben ik in ieder geval trots op de creatie die ik hier heb kunnen creëren. Het is mijn leukste Minecraft survival ooit. Ik hoop dat het voor jullie ook echt een bijzondere ervaring is om gezien te hebben. Om het proces te gevolgd te hebben. Heb je het niet gevolgd, kan je het altijd terugkijken. Alles wat je hier ziet is vastgelegd. Niks is offline gedaan. Dat ik zei, ik heb dit even snel offline gebouwd, jongens. Dus alles wat je hier ziet is gedaan voor de camera, zodat jullie mee konden kijken. Ja, heel bijzonder vind ik het nog steeds. Ik ben er echt trots op. Echt nog steeds heel trots op dit allemaal. Dus dank jullie wel voor het afgelopen jaar. Dank jullie wel voor het volgen van de serie. Heb je nog wat leuks erover te zeggen? Laat het dan zeker even weten. Ik vind de reacties op dit soort video's altijd echt enorm leuk om te lezen. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie content veel leuk vinden. En we gaan nog gewoon lekker door. We gaan gewoon nog meer afleveringen maken. We gaan de stad afmaken. Hij moet perfect zijn. Zodra ik deze stad ooit een keer in mijn leven achterlaat, dan moet hij perfect zijn. Hij mag gewoon geen dingetje mag meer onafgemaakt zijn, weet je? Maakt niet uit waar je komt. Het moet af zijn. Het moet gebouwd zijn. Er moet verhaal zijn geweest. Het moet betekenis hebben. Dat betekent deze stad gewoon. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze Content Veen aflevering. Een hele bijzondere aflevering met een grote rondleiding door de stad. Jullie vroegen er al een tijdje om. Dus bij deze, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Als je toch tot dit punt in de video bent gekomen, ben je nou zo ver gekomen. Klik dan gewoon even op dat rode knopje. Het is helemaal gratis voor de mensen. Denken die dat het geld kost dat je ergens aan vast zit. Dat is niet waar. Doe gewoon lekker je ding. Het hoeft niet, maar je helpt me er enorm mee door te abonneren en te liken. En dan nu, kijk lekker het vorige Content Veen deel. Heb je hem nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Ben je helemaal up-to-date met wat er gaande is in de stad waar ik allemaal mee bezig ben. Met Fred volgens mij is deze video een hele leuke video. En dan nu spreek je later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!